Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Farming Tales. Ondertussen is het alweer aflevering. Nou, eigenlijk weet ik het niet meer. Ik hou het niet meer bij. Maar wat ik wel bijhoud, is dat ik weet dat dit jullie favoriete serie is. Dus wil je deze serie nou weer zien? Laat het zeker weten in de comments. Want ik zie gewoon dat jullie lang deze video's kijken en gewoon, ja, veel weergave. Want als je op mijn TikTok een beetje volgt, had je vorige week kunnen zien dat mijn farming van dit 10 video's die ik had geüpload, 9 farming was. Nou, dat zeg genoeg. Zullen we lekker weer doorgaan met deze game? Ik heb er weer volledig zin in, zoals jullie merken. Even kijken. Carrot. Dus dan gaan we zucchini doen. Eggplant, belpepper. Mocht je trouwens tips hebben hoe ik content maak, laat het zeker weten in de comments. Dat is altijd welkom tips, hè. Kijk, ik zeg, laat tips weten, maar ik zeg niet dat ik er wat mee ga doen. Misschien pas ik het half toe, weet je wel. Nou, in ieder geval, we moesten weer van Farmer Society weer dingen doen. Ja, vorige aflevering had je eigenlijk aan het eind al kunnen zien. Vorige aflevering kun je trouwens hier kijken, niet hier. Vorige aflevering kon je al zien dat we dat ik eigenlijk al een keuze had gemaakt. Nou ja, dat is natuurlijk deze. Ik bedoel, dit vind ik een beetje, ja, ik vind het terecht toerecht aan. Het is een beetje een Duits iets, weet je wel. Ik vind dit, ja, wel mooi, maar ik vind dit gewoon zo, ja, gewoon zo lekker groot, lekker, het hout, ja, ziet er gewoon beter uit, vind ik het mooist. Dus dat doen we dan op. Ondertussen hebben we heel veel koeien, als het goed is. Nee, hebben we bijna het maximale aantal koeien. Hoeveel kunnen we hebben? We hebben 19 koeien en we hebben, ik weet niet hoeveel we kunnen hebben. In ieder geval, dat gaan we natuurlijk dan volledig doen, deze aflevering. Even kijken, geluid uit. Even kijken, lowest to highest on the screen. Laten we eerst eventjes de gems zoeken. Ik zie er hier al één, ik zie er hier al één. En waar zie ik er nog één? Hier. Lowest to highest. Meestal werk ik dit. Nee, dit ging niet. Yarn lantern number 8. Necklace medal. Nummer 8. Lantaarn. Oh, ik zag een fotocamera. Ik dacht even, hé, hey, die hebben we nodig. Maar nee, dat is alleen in Gardenscapes natuurlijk. Ook een superleuke serie. Ook zeker aangeraden. De support op Gardenscapes is trouwens ook best wel prima, moet ik zeggen. Dus iedereen bedankt voor de support. Even kijken. Necklace, hier, yarn. Geen idee. Medal, daar. Button. Oil can. Oh, dat is een. Dat is. Ik weet niet wat het is. Oil can, plum. Dus een pruim. Een boomerang. Boomerang. Ik heb geen idee. Hier, button. Yarn. Ik zie geen yarn. Dat is zo'n klein. Oh, hier. Ja, kijk. Camera. Hopskee. Muzieknoot. Die zag ik hier. Boomerang heb ik nog steeds niet gezien. Balloon heb ik hier gezien. Lantaarn. Lantern. Even kijken. Een beetje in de bosjes goed kijken. Want daar kunnen ook nog wel eens een paar dingetjes zitten. Zeer vervelend is dat, maar ja, als het zo is, is het zo. Oh, hier, kijk. Oh, dat is een quest item. Hadden we niet een Rangers quest item? Nee. Even kijken voor die quest items, hoor. Misschien vind ik wel chest piece hadden we volgens mij nodig. Nee. Oh, nee. Wat nou als ik gewoon overal en nergens op ga klikken? Gewoon kijken. Oh, nee, dat brengt me niet ver. Een raccoon hier. Een limoen. Nee. Een melon. Melon, dat is. Citroen. Melon? Nee. Melon is meloen. Lemon. Nah, het zal. ik raak er helemaal door in de war. Dus niet doen. Ja, in ieder geval hebben we de boomerang gevonden. Die was wel redelijk verstopt. Lantaarn, ja.
Hopsakee, toch wel weer wat geld. Kijken of we die koeien kunnen doen. Oh, Tillil. Dahlia Farms, 12e. Zo. We komen wel echt dichtbij, hoor. Hopsakee, out of stock. We hebben gewoon maximale koeien, jongen. Heerlijk. Hier, chicken feed is nu ook max. Ja, we kunnen... Ja, we upgraden het een beetje. Puur gewoon zodat het storage 325 kratjes kan hebben. Nou, ja, we pakken 8 kratjes van de storage room, hè. 8 kratjes per veld. Weet je hoeveel dat is, ouwe? Nou, ik heb een leuk verhaaltje over dit puzzeltje. Ja, ik mag dat onderhand zeggen, want iedereen heeft zijn examens al gehad. Dit puzzeltje... Nee, niet dit puzzeltje. Nee, niet tijdens dit examen. Ik had dus een oefenexamen gemaakt. En tijdens het oefenexamen had je precies dit puzzeltje. Als gewoon toets. Opgave. Ja, hoe makkelijk wil je het hebben, jongen? Het is toch echt... Dit is dan je toetsopgave. Gewoon een beetje... En dat was nog makkelijker dan dit zelfs. Het is toch absurd dat het toen nog kon. Ja, toen kon het nog, ja. Dat is echt goed. Nu kan het niet meer. Nu is alles altijd helemaal streng en alles. Maar hops, oké. Ik heb hem alsnog wel. Kijk, dit is wel een van de puzzeltjes die ik doe. Want het neemt niet zo heel veel tijd in. In ieder geval. Vandaag is het, als het goed is, dinsdag. Ik hoop dat iedereen een heerlijke week heeft. Kijk, 8 kratjes per ding. Hier. 8, bam, hop. Dat is echt veel, ouwe. Ja, dan hebben we wel even wat meer kratjes nodig. Qua storage. Hier ook 8 eieren. Oh, hoeveel zullen we van de koeien krijgen trouwens, nu die max is. Oei, oei, daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Even kijken. Even een paar extra schapen kopen. Hopsakee, nog een schaapje erbij. Bam, hopsakee. Hoeveel schapen hebben we nu? 14. 12. 12. Ik deed gewoon een gokje, dames en heren. Ik ben ook niet perfect. Nou, we gaan in ieder geval weer lekker spelletje spelen. Find every collectible gem in the scene. Hier, hier en hier. Zo, dat ging snel, ouwe. Tering. Get a tree chain bonus. Ja, dat moet lukken. Funnel. Dus dat is zo'n trechter. Pillow, painting, alarm clock en military cap. We gaan eerst eventjes goed een beetje kijken. Military cap, hier is de painting. Ja, 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 ja. Funnel. Dit is geen funnel, nee. Ik klik er niet op, dus misschien is het wel, maar ik neem aan van niet. Nou. Een pillow, dus een kussen. Zo, pardon dames en heren. Military cap, alarm clock. Nee. Waar is het nou? Ik kan die niet vinden. Oh, hier. Oh, kut. Nu hebben we de goggles. Hier heb ik goggles gezien. Cat. Cooking pot. Cooking. Ah. Nou, daarheen. Dit is dus een kip. Nee, dat is een cavia of iets. Hand drill. Koffiecup. Hand drill. Letter A. Funnel heb ik nog steeds niet kunnen vinden. Zeer vervelend is dat. Ik ga het toch proberen. Is een van dit het? Oh, ja, ik zie hem. Wooden massager. Ik weet niet wat het is. Ja, dat ding dus. Oké, blijkbaar. Baseball. En een pillow. Pillow. Hier, pillow. Een pillow. Hopsakee. Here it is. Did anyone see us coming in? I don't think so. Just that cow over there. He ain't talking. Good. So here's the deal, Mr. Buckley. This land here is all kind of valuable to the bank. See that river? Prime waterfront property. We're gonna make killing on it. Well, I'm happy the schoolgirl for you, Mr. Cashman. But how do I figure into this? We don't own this land just yet.
But we will so long as you win the Farmer of the Year award again. More of the point, so as long as the owner of this farm does not win and pay back the loan he owes us. Ah, starting to make a bit of sense. So you're just coming up with creative and legal avenue to get away with thievery and extortion, eh? Yep, I mean no. What's the right answer? There ain't no right answer, Cashman. So long as I get my cut of this venture. Oh yes, of course. Well, you indeed. You will indeed. We're partners in this. This seems like the beginning of a beautiful friendship. And as my best friend forever, I need you to do a little something for me. I call Operation Floyd's Tractor Repossessed. Repossessed. By the bank. Uh-oh, ze willen onze tractor stelen. Volgens mij, of weet ik veel welke naam erbij stond. Het zal wel. Bell Pepper Strawberry. Zo, de tering houden. Bell Pepper. Wa-ah. Hoeveel? 20. Huh? Dat is heel veel. Jezus Christus, ouwe. Bell Pepper. En voor de rest hadden we niks. Nee, prima. En dan moeten we weer een upgrade kopen. Weet je, we kopen hem gewoon direct. 19 en we hebben 20 koeien. Ah, dat kun je niet eens meer zien. Normaal. Oké, maar nog één schaap. Oké, mevrouw, kunt u eventjes wat kopen misschien? Want, ja, dat zou fijn zijn. Want dan kun... Oh, 69 euro. We willen alles natuurlijk naar 69 hebben. Hoe duur kan dit eigenlijk worden? Ik heb gezegd dat dit een 69 farm is. Dus we gaan het alsnog voor 69 verkopen. goedkoop ouwe. Hopsakee, schapen volledig. Yes. Oh, kut. Ik heb de audio nog per ongeluk uitgelaten. Nou, in ieder geval, dames en heren, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farm Tales. Mocht je nou hebben genoten, ik zie zeker blij zijn, heb je wel. Vergeet niet te abonneren, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Vergeet me in Discord niet te joinen. Vergeet niet me te volgen op Twitter en Discord. Of, op Twitter en op, TikTok. Hier zie je, de video die YouTube speciaal voor jou recommendeert. Daaronder playlist. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei.